Water in Gouda is de 11e aflevering van de serie Verrassend Gouda. Wat heeft dat water door de eeuwen heen voor onze stad betekend? Historicus Nico Habermeel ging op zoek en zijn bevindingen heeft hij in 4 onderdelen opgedeeld. Welke onderdelen, Nico? Nou, ik wil het eerst hebben over de doorvaart door Gouda, dus het water als transportmiddel. Verder wil ik het hebben over water als krachtbron. Bijvoorbeeld de volmolens die worden door het water voortbewogen. En niet onbelangrijk, water als voedselbron. Denk maar aan de vis en de visbanken die we hier in Gouda hebben. En tenslotte wil ik het hebben over water als middel om de was schoon te maken. En dan heb ik het over de wasserijen hier in Gouda. We staan nu op het Amsterdams Verlaat en hier begint jouw verhaal. Ja, eigenlijk is het verhaal, en dat is een groot deel hiervan, heeft te maken met de doorvaart door Gouda. En dan moeten we even naar de 12e eeuw, dan is de Gouwe een veenriviertje wat in de IJssel uitmondt. Maar als men met de ontginning gaat beginnen, dan wordt de Gouwe doorgetrokken tot de Oude Rijn. En al snel begint het dan echt een verbinding te worden tussen de IJssel en de Oude Rijn, oftewel tussen de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. En dan wordt de rivier voor de scheepvaart belangrijk, maar daar kun je met de schepen niet zo doorheen varen. Daar moet je dan toch sluizen in aanbrengen om het hoogteverschil te bewerken. En de eerste sluis die wordt aangebracht is de Donkere Sluis, maar dat is maar een enkele sluis. En dan wordt in 1436 door steden, Hollandse steden hier, de Amsterdamse sluis of het Amsterdams Verlaat neergelegd. En dan heb je een lange schutkolk tussen het Amsterdams Verlaat en de Donkere Sluis. En met wat voor soort schepen vaarden ze toen? Nou, je had de vrachtschepen, allemaal natuurlijk op zeil. En je had hier ook de trekschuiten liggen. En de trekschuiten naar Amsterdam, die vertrokken van deze plek. Vandaar ook dat het Amsterdams Verlaat, oftewel het Amsterdamse Veer ook heette. En die trekschuiten, ja, die werden via de jaagpaden naar Amsterdam getrokken. En dat was toch een reis van 8 uur. Dus je was echt een hele dag onderweg om vanuit Gouda naar Amsterdam toe te komen. En wat is er hier nog meer te zien wat aan die tijd herinnert? Nou, belangrijk is natuurlijk ook altijd in Gouda, dat zijn de bruggen. En je ziet daar de Dirk Krabetbrug. En dat is een halve ijzeren draaibrug. Die is in 1867 gemaakt door de fabriek De Prins van Oranje. Daarvoor hebben natuurlijk andere bruggen daar gelegen. Maar dit is nog een van de laatste in zijn soort in Gouda. En hij heette Dirk Krabetbrug omdat hij ligt tegenover het huis Hoge Gouwe 153, waar vroeger de bekende glazenier Dirk Krabet heeft gewoond. Ja, en een ander punt is nog het sluiswachterswoninkje wat je daar hebt. Dat is onlangs neergezet door de vrienden van het Amsterdams Verlaat. En die hebben dat daar gebouwd met sponsoring en dat is in begin 2008 geopend. En dat is het oude sluiswachterswoninkje wat na het niet meer in gebruik zijn van deze sluis in 1954 daar is afgebroken, maar nu weer in volle glorie herrezen. En Hubertus Engelhard heeft daar als laatste sluiswachter in gediend in de jaren 40 en 50. Bijgenaamd de kikker. Ja, dat wou ik je net vragen. Hij had nog een bijnaam. Hè? Ja, dat kwam, hij was zo klein, dus soms bij het bedienen van de bruggen moest hij op een krukje gaan staan. En vandaar dat hij een beetje zo'n kikkerachtige uitdossing had. Jij noemde straks al de Donkere Sluis en daar zitten we nu op. Ja, dit is de oudste sluis die Gouda kent. De eerste Donkere Sluis is van 1250, ongeveer uit die tijd. En de plek is niet helemaal bekend. In 1308 is er een nieuwe Donkere Sluis gekomen en dat is de plek waar we nu zitten. Dus het is echt een eeuwenoude sluis. Is dit bouwkundig nou ook een interessante sluis? Ja, zeer zeker. Oorspronkelijk was het een keersluis, dus een enkele sluis. Maar in 1778 heeft men hier kruisende deuren neergezet. En dat had alles mee te maken dat men sedert die tijd de grachten ging schuren. En daarvoor moest de sluisdeur tegen het waterkracht geopend kunnen worden. En daarom heeft men hier deze bijzondere constructie, die al eerder bekend was, maar hier in Gouda toegepast. Dat heeft gewerkt tot 1954, toen werd de haven afgedamd. En
zijn de sluisdeuren eigenlijk ongebruikt blijven staan. En nou, je ziet het nu, na meer dan een halve eeuw zijn ze gewoon hard aan restauratie toe. Nou ligt hier in de buurt nog een brug. Ja, de brug die hier ligt is de Hoornbrug. Dat ligt in de Hoorn, in de bocht van de Gouwen naar de haven toe. En dat is nu een stenen toogbrug. Dat was het vroeger in de 17e eeuw ook. Er werd ook wel slepersbrug genoemd, omdat het een stenen brug was en de slepers niet over de houten bruggen mochten, maar echt over de stenen brug moesten. Dat was om de slijtage van het hout te voorkomen. Tot 1870, want dan gaat de Gouwen en de haven voor de scheepvaart verder open. En dan wordt het een ijzeren halve brug, zoals we bij het Amsterdams Verlaat hebben gezien. Nou, die blijft tot 1954, want dan wordt de brug niet meer als zodanig gebruikt. En het verkeer neemt hier toe en dan wordt deze stenen toogbrug hier gebouwd. Nou was er onlangs een restauratie, ik meen bij de Motten, water wat weer open ging of dicht ging. Was dat hier nou ook in de buurt? Ja, dat is precies eigenlijk tegenover de Hoornbrug. Daar is een duiker, een 33 meter lange duiker, die hier vanaf eigenlijk de hoek Gouwe Haven zo onder de dubbele buurt doorgaat en dan uitkomt op een watertje achter de kerk. En oorspronkelijk is dat gewoon een open watertje geweest, maar in de 15e eeuw is hier eerst bij de Donkere Sluis overheen gebouwd. Later is dat ook bij de dubbele buurt nummer 7 gebeurd. Toen had je er nog een brug tussen zitten, de Tilbrug, en die is later ook overkluist. En sindsdien is het echt een duiker geworden. En ook in 1954 heeft men die opnieuw bewerkt. Men heeft er een muur aangebracht, een bodem in aangebracht. En het is nu in 2009 dat men hem leeg heeft gehaald en helemaal heeft gerestaureerd. En op dit moment kun je er weer onderdoor varen. We zijn hier op de uiterste brug. Waarom heet die brug zo? Nou, de naam zegt het al, de uiterste, oftewel de laatste brug, gerekend vanaf de Donkere Sluis. Kijkend naar de havensluis is dit de laatste brug die hier is. Oorspronkelijk was het een vaste brug, maar in 1879 heeft men er een beweegbare brug van gemaakt, een ijzeren basculebrug. En die had contragewichten en daarmee kon die opengeklapt worden. Na 1954, als de havensluis wordt afgedamd, dan is die ook niet meer nodig, wordt niet meer onderhouden. En men heeft dan ook de contragewichten ervan afgehaald. En nu in afwachting zijn we van de restauratie van de brug. En dat water hier beneden, hoe heet dat? Hier beneden, dat is de haven. En je kunt ook wel zien, het zijn hoge muren, omdat vroeger de havensluis was er nog niet, kon het water van de IJssel hier in en uit stromen. Het was een getijdenrivier, dus het kon ook hoog opkomen. Maar later heeft men in 1615, om het dichtslippen van de haven te voorkomen, daar de sluisdeur aangebracht. En dan doet het meteen dienst als een soort grote schutkolk van de Donkere Sluis naar de havensluis. Kun je een heleboel schepen ook weer tegelijk schutten. Maar als je de havensluis eens eventjes wilt bekijken, dan moeten we toch eventjes iets dichterbij zijn. Want het is op zich een mooi kunstwerk. Deze sluisdeuren die hebben een grote rol gespeeld in 1953 bij de storm. Ja, dan moeten we naar de nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Een enorme storm raast over Nederland heen, beukt op de kusten. Maar tegelijkertijd is het ook nog eens een keer springtij. En dat leidt ertoe dat het water enorm opstuwt. Nou, de IJssel, wat nog een getijdenrivier is, daar loopt het water op en op. En op een gegeven moment, en dat is dan in de ochtend van 1 februari, is het hier 3,80 meter boven NAP. En men had wel een waterkering hier aangelegd, maar het water begon al door het tolhuis heen te lopen, kwam over
de sluisdeuren heen. En nou ja, een enorm gevaar dreigde voor Gouda. Maar gelukkig om 6 uur, toen dit zich afspeelde, was het ook het hoogste punt. 3 kwartier bleef het waterpeil hetzelfde. En daarna begon het langzaam maar zeker te zakken. En Gouda was behoed voor een grote ramp. We staan hier op de IJsselkade bij het Tolhuis. Wat je toch wel een van de beroemdste gebouwen van Gouda mag noemen. Ja, niet alleen een van de beroemdste, bekendste, maar ook een van de oudste gebouwen. Het is al waarschijnlijk al uit de 13e, 14e eeuw. We weten in ieder geval in 1413 dat de tol wordt verpacht. En dan komt er ook een klein tolhuis te staan, een onderkomen voor de tolgaarder. Maar in 1550 komt Dirk van Reinegom erin te wonen. En dat is een welvarende bierbrouwer. En die bouwt eigenlijk de kern van wat het huidige tolhuis is. In 1606 komt Pieter de Lange erin te wonen. Die maakt het wat fraaier aan de binnenkant. En hij heeft bijvoorbeeld ook Hugo de Groot te gast. Dus het is ook niet voor niets dat hij het ook wat fraaier maakt. Nou, je hebt dan nog Johan Sas die het in 1631 de Oostvleugel verder laat uitbreiden en vernieuwen. En hij brengt ook prachtige, of laat dat aanbrengen, prachtige plafondschilderingen. En ook op de vloer heeft hij prachtige schilderingen. Dus het wordt echt een fraai gebouw. En in de 18e eeuw zit de Bartholomeus de Moor van Immerzeel, echt een gepruikte regent. En die is weer bevriend met Betje Wolff. En Betje Wolff is ook een aantal keren te gast op het Tolhuis. En hoe lang hebben ze dat nou gedaan, dat tolheffen? Het tolheffen hebben ze gedaan tot 1798. Toen, na de komst van de Fransen in 1795, zijn successievelijk de tollen afgeschaft. En ook hier dus in Gouda. Ja, en daarna wordt het huis verhuurd. Want het ligt natuurlijk prachtig met schoon uitzicht op de IJssel. En in 1837 wordt het verkocht aan dominee van Warmelo. Die aan de Oosthaven woont, 6 kinderen heeft. Maar zijn huis wordt te klein. En het tolhuis biedt voldoende ruimte. Maar het staat er nog steeds, hè? Ik heb wel eens gehoord dat er plannen ook waren om het af te breken. Ja, dan moet ik even naar 1938. Dan wil men 2 dingen. Men wil de nieuwe haven dempen en men wil het tolhuis afbreken om namelijk de nieuwe veerstal en de oude veerstal met elkaar te verbinden. Men wil daar een klapbrug maken. Maar ja, dan moet het tolhuis verdwijnen. Nou, de historische vereniging die Gouden, toen nog deftig oudheidkundige kring genoemd, die heeft zich daar fel tegen verzet. De slag om de nieuwe haven hebben ze verloren, want die is gedempt. Maar het tolhuis is behouden gebleven. Een tweede gevaar was er in 1953, toen door de hoge waterstand besloten werd hier de dijken te verhogen. En toen wilde men de veerstallen weer doortrekken. En dat moest precies over het tolhuis gebeuren. Nou, uiteindelijk heeft men besloten om het hier voor het tolhuis neer te leggen. En daardoor is het gelukkig bewaard gebleven. En nou wil ik nog 1 ding van je weten. Dat kleine huisje wat eraan vastzit, wat is dat nou? Ja, het kleine huisje, dat is het sluiswachtershuisje wat in 1615 is gebouwd en in 1623 is uitgebreid. Ja, en het staat nu eigenlijk bijna helemaal in de weg. Ik wou ook nog even zeggen, het feit dat het tolhuis nu nog zo fraai eruit ziet, komt doordat schildersbedrijf Prevost dat in 1987 heeft gekocht om daar zijn kantoor in te richten. En het heeft 2 jaar geduurd, maar daardoor is het weer fantastisch hersteld. Thank you.
De Turfsingel is de tweede vaarroute vanaf de Gouwe naar de IJssel. Met ook weer een sluis erin. Ja, dat is hier de Mallegatsluis. Ook al een hele oude sluis. In 1577 gebouwd op verzoek van Willem van Oranje. Dat kwam omdat de oorlogsschepen door de binnenstad te veel oponthoud hadden. En hier buitenom was het ruimer, de sluis was ruimer, dus konden ze daar makkelijk doorheen. Ja, ik kan me voorstellen dat die andere schepen er ook graag door wilden, want de route was natuurlijk aanmerkelijk sneller. Maar wilde Gouda dat wel? Nou, het stadsbestuur voelde er eigenlijk weinig voor, want als de schepen door de binnenstad gingen, dan werd daar veel meer verteerd. En hier gingen ze buitenom, dus hadden ze geen inkomsten. Dus vandaar dat ze zeiden, nou, je mag dan door de Mallegatsluis, maar dan moet je wel 36 uur hier blijven liggen en je moet dan ook nog eens een keer armengeld betalen. Waar was dit huis voor? Dit is de sluiswachterswoning. Die is in 1763, 1764 gebouwd. Toen ook hier de Mallegatsluis helemaal vernieuwd is. En de sluis, wordt die nu nog wel steeds gebruikt? De sluis wordt nog steeds gebruikt, maar veel minder dan vroeger. Er kwamen tienduizenden schepen doorheen tot... Ja, 1936, want toen werd de Julianasluis in gebruik genomen en toen ging men nog verder buitenom. Daarna nam het aantal schepen snel af en op dit moment is het eigenlijk alleen nog voor de recreatievaart. Vanaf wanneer is het hier museumhaven? Het is hier vanaf 1990 museumhaven. Toen heeft men het initiatief genomen om oude schepen, die zo rond 1900 het beeld bepaalden, hier neer te leggen. En dat is niet museum in de zin dat alles niet meer gebruikt mag worden. Maar het zijn schepen die nog zelf nog varen. Die worden opgeknapt. Mensen wonen er nog. Dus het is echt een levende plek. En die gebouwtjes hier aan de wal, horen die daarbij? Ja, die horen erbij. Hier is het sluiswachtershuisje wat in 2008 opnieuw is opgebouwd. En eind van dat jaar echt plechtig geopend is. En daarachter, daar ligt het schipperswachtlokaal. En dat is in 1912 daar neergezet. Het is een op een soort Grieks kruis, gelijkarmig, in steen opgebouwd, met veel hout, echt in chaletstijl. En daar konden de schippers die hier schutten en die moesten wachten, een borreltje drinken of een kopje koffie. Dat heeft tot 1923 geduurd, want toen kwam er het Goudsdrankweercomité. En die vond dat dat alcohol verboden moest zijn. En die hebben toen het beheer overgenomen en hebben daar dan een koffiehuis van gemaakt. Het is hier een museum en je mag hier kijken, maar niet binnen bij de schippers, denk ik, hè? Ik denk niet dat je binnen bij de schippers kunt, maar een ding wat nog wel leuk is om even te kijken, dat is bij de reparatiewerf die ze hebben. Dit is de derde vaarverbinding tussen de Gouwe en de IJssel. En ook hier weer sluizen, maar sluizen die bijna iedere Gouwenaar toch wel kent, denk ik. Ja, dit is de Julianasluis. En dan moet ik even zeggen dat bij de Mallegatsluis de doorvaart voor de schepen steeds moeilijker werd. En toen heeft men besloten om helemaal buiten Gouda om een groot kanaal te graven, het Gouwe Kanaal. Dat is tussen 1932 en 1936 in de werkverschaffing gegraven. En daarin heeft men deze sluis, de Julianasluis, gelegd. Een lange sluis, 125 meter lang, 12 meter breed. Dus daar konden echt de grote schepen goed in schutten. En je hebt om het verkeer ook goed te kunnen bedienen twee bruggen die je nu ziet zijn in 1985 vernieuwd. Dus ja, een moderne sluis, maar toch ook weer niet zo modern. Of er zijn plannen om een tweede sluis aan te leggen die 14 meter breed wordt, zodat schepen tot 2000 ton daarin kunnen schutten. En de deuren van deze sluis, wat zijn dat voor deuren? Dat is heel bijzonder, dat zijn roldeuren. Maar laten we maar eens kijken hoe het werkt, want er komt net een schip binnen. Hier bij de Volmolen, Nico, krijgt het water ook een andere functie, hè? Ja, dat is de functie van krachtbron. Namelijk onder deze grote volmolen hier aan de punt loopt een duiker.
En die komt dan vanaf de IJssel en stroomt dan hier naar de Spieringstraat. En dan bij hoogwater, als je hem dan openzet, stroomt het hard. En dan had men er een groot scheprad erin staan en dat draaide dan rond. En die roterende beweging kon men omzetten in een verticale beweging. En dan werd dat gebruikt voor het vollen van de wol, dus het vullen. Het was namelijk, als het geweven was, was het ruim. En het werd nu dan echt dicht gemaakt. En er is ook nog een kleine volmolen. En had die dan dezelfde functie? Ja, de kleine volmolen had dezelfde functie. Die lag aan de Veerstal. En daar lag ook een duiker vanaf de IJssel. En die kwam uit op de Peperstraat. Nou, de kleine volmolen die is in 1941 afgebroken. Maar de grote volmolen waar we hier staan, die is gelukkig behouden gebleven. Het is wel een in de 19e eeuw een pakhuis geworden. En nu voor een deel nog pakhuis en woning. Maar hij staat er nog. Wij staan aan de Hoge Gouwe onder de visbank. Waar waren die visbanken voor? Ja, dan kom ik even op het onderdeel water als voedselbron. Namelijk water, daar zwemt vis in en vis kunnen we eten. En als die vis gevangen is, zowel hier in de Gouwe, in de IJssel of op zee, ja, dan moet het aan de man gebracht worden. En dat gebeurde bij de visbanken. Hier werd dus de vis verkocht. En je had twee visbanken hier in Gouda. Aan de overkant, dus aan de Lage Gouwe, was de visbank waar de Goudse handelaren hun vis verkochten. En hier aan de Hoge Gouwe werd de vis verkocht door handelaren van buiten Gouda. Nu staat hij aan de overkant en het water zit ertussen. Hoe kwam je daar? Nou, in het begin van de 17e eeuw is er een brug aangelegd tussen de Peperstraat en de Lage Gouwe. En daarmee was er ook een verbinding tussen beide visbanken tot stand gebracht. Die brug is er gebleven tot 1872. Want om de doorvaart te bevorderen werden bruggen of beweegbaar gemaakt of afgebroken. En deze brug, de visbrug, is toen afgebroken. En is daar altijd vis verhandeld? Op de visbank waar de Goudse handelaren waren is het heel lang verhandeld. Op deze, de visbank voor de vreemde handelaren, heeft geduurd tot het midden van de 19e eeuw. En daarna is hier de korenbeurs gevestigd, dus werd hier het graan verhandeld tot 1933, want toen is hier zelfs een bloemenmarkt gevestigd. De visbanken zien er nog prachtig uit. Hoe kan dat zo lang? Nou, ze zijn wel heel oud, nog van voor 1600, maar ze zijn verschillende keren gerestaureerd. Ja, het is bijna misgegaan in 1902, want toen waren de drie inwoners uit de omgeving die zeiden van, nou, het is zo krakkemikkig, dat moet maar afgebroken worden, en hebben toen een brief aan de gemeenteraad geschreven. Maar gelukkig is het niet doorgegaan, maar ja, erg best waren ze niet. En in 1955, toen de walkanten hier echt scheuren begonnen te vertonen en dreigden in te storten, toen heeft men gezegd, oké, die restaureren we, maar dan nemen we meteen de visbanken mee. Dus sinds 1955 zijn ze prachtig gerestaureerd. Nou staat hier aan de overkant een schattig huisje. Hoort dat bij die visbanken? Ja, dat hoort erbij. Daar zat de toezichthouder in, omdat vis was voedsel en de overheid had daar ook altijd toezicht op. En hij liep dan langs de kramen om te kijken of de vis ook werkelijk vers was. Hebben die banken nu nog een functie? Nou, alleen waar we nu staan, dus de oude korenbeurs. En daar kun je 's avonds, als je dat wilt, nog lekker eten. Water in Gouda is door jou verdeeld in 4 stukken. 3 hebben we er al gehad en nu ga je het hebben over water voor de schone was. Ja, dat komt omdat Gouda eeuwenlang de was heeft gedaan voor heel Holland. En dat had ermee te maken dat de IJssel schoon water aanvoer. Dat kwam hier ook in de singels terecht. Het was ook kalkarm, dus op zich heel goed om in te wassen. Dan had je ook nog langs de singels de ruimte om te bleken, want men had nog geen bleekmiddel. Dus dat moest uitgespreid worden, dat witte wasgoed. En de zon moest dat echt helemaal opbleken. En welke wasserij is dit waar we nu staan? Dit is de Drie Notenbomen waar we voor het poortgebouw staan, met daarboven een prachtige steen waarin je drie notenbomen ziet met twee duiven erin en op de achtergrond een fresco met taferelen uit de wasserij. Deze wasserij is in 1829 opgericht. Dit gebouw is van 1849 en dat heeft het tot de hele wasserij tot 1972 dienst gedaan.
En was het een grote wasserij? Hadden ze veel personeel? Ja, het personeel was zeer omvangrijk. Vaak tientallen meisjes uit Noord-Brabant en Limburg. Want die logeerden hier ook, of die woonden hier eigenlijk ook. En dat was nodig, want was moest gesorteerd worden, moest natuurlijk gewassen worden, moest gebleekt worden, weer gevouwen, gestreken. Kortom, een enorme hoeveelheid aan werkzaamheden. En nu is het eigenlijk helemaal afgelopen met de wasserijen, hè? Is er nog iets over in Gouda? Ja, er is nog wel iets over. Er is behalve dit portaalgebouw nog één wasserij over aan de Blekersingel. En dat is het Wapen van Amsterdam. En het heeft er ook alles mee te maken dat er was voor mensen in Amsterdam werd gedaan. En dat is nog een hele brede wasserij waar je nog kunt zien hoe imposant die wasserijen ooit geweest zijn hier in Gouda. En nu vandaag de dag zijn er niet veel mensen meer die de was naar de wasserij brengen. Nou nee, alleen voor industrieel gebruik nog. Maar de meeste mensen die hebben nu een wasmachine en doen het allemaal zelf. Dus niet meer nodig. De doorvaart in de binnenstad hebben we gehad. Dit is ook een doorvaart. Ja, dit is een hele bijzondere doorvaart. Dit is namelijk de doorvaart van de Hollandse IJssel naar de Krimpene Waard. En je begint dan met de Hollandse IJssel, dan krijg je de Wijk. Dat is een toegangskanaal. Dan krijg je de Stolwijkersluis. Daar kun je dan schutten, of dat kon vroeger. En dan kom je hier in de Stolwijkse Vaart terecht. Nou staan we hier bij een sluis. Wat is dat voor sluis? Dat is de Stolwijkse sluis. Die is hier in 1800 gebouwd, omdat men hier in de Krimpene Waard wilde gaan ontvenen. En dat moest dan turf worden en dat moest dan via die vaart, een soort ringvaart, moest die dan naar de Stolwijkersluis, daar werd dan geschud en dan kon je de IJssel op en dan kon de turf naar Gouda en naar andere plaatsen worden gebracht. Maar het was geen succes, de kwaliteit van de veen was slecht en in 1853 wordt dan ook de ontginning stopgezet. De sluis wordt overgedragen aan het Hoogheemraadschap van de Krimpene Waard. Ja, en dan ligt die een tijd stil. Maar in 1888 krijgt hij een nieuwe opleving, omdat dan de goederen vanuit Stolwijk en hier vanuit de Krimpene Waard, dus dan denk ik aan kaas en aan groenten, dan naar Gouda worden verscheept. En dan wordt die sluis weer helemaal in gebruik genomen. In de jaren 60 van de vorige eeuw is er dan ook nog afval, wat vanuit Rotterdam gebracht wordt om hier sloten te dempen en om op te hogen. Daardoor krijg je toch ook wel vervuiling hier. Maar in 1982 is het definitieve einde van de sluis en in 1988 wordt die afgedamd. En in de toekomst? Ja, de toekomst. Iedereen heeft zijn dromen. De droom die we toch in Gouda hebben is dat straks als de havensluis geopend is, weer doorvaarbaar is gemaakt door de gemeente Gouda, dat dan ook de Stolwijkersluis gerestaureerd is, bevaarbaar is gemaakt. Er is een prachtig masterplan die dat helemaal in beeld brengt. En dan kun je zo vanaf de IJssel hier via de sluis de Stolwijkse Vaart weer op. En dan kun je de Krimpene Waard invaren. Water in Gouda was een aflevering van de serie Verrassend Gouda. Wat is de volgende aflevering, Nico? Ja, de volgende aflevering gaan we terug naar school met als titel Leren in Gouda. Tot de volgende keer.